Er is geen app om vertrouwen te creëren. Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Timo, mocht je mij nog niet kennen. Timo Sonius. En in deze video ga ik het hebben over vertrouwen. Hoe creëer je vertrouwen? Kan je vertrouwen versnellen? Kan je zorgen dat mensen elkaar sneller vertrouwen? Want ik krijg wel eens de vraag van andere ondernemers. Hey Timo, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers elkaar gaan vertrouwen? Dat het een team wordt, dat ze beter samen gaan werken. En toen ben ik daar eens over na gaan denken. Toen dacht ik van ja, maar wat vraag je nou eigenlijk? Vraag je nou of we het stukje vertrouwen kunnen versnellen? Ja, ik kan daar direct antwoord op geven. Dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt het proces van vertrouwen, dat moet groeien, kun je niet versnellen. Je kunt het wel bevorderen. Je kunt wel zorgen van oké, ik zorg in ieder geval niet dat wat ik heb opgebouwd, dat weer wegvalt. Je kunt iemands vertrouwen winnen en als je dan vervolgens iets doms doet, kun je weer een stukje vertrouwen verliezen. Waardoor die persoon denkt, ja, had je niet moeten doen. Ik vertrouw je nog niet zo erg hierin om dat aan je te geven. Je kunt wel een stukje vertrouwen verliezen. Dus het vertrouwen minder snel laten groeien, ja, dat kan wel. Dus je kunt het bevorderen door het vertrouwen niet te beschamen. En de vraag op zich is heel begrijpelijk. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld iets wil gaan kopen, dan ga je ervan uit dat degene waar jij een product van koopt betrouwbaar is. Dat wil niet zeggen dat je hem vertrouwt. Die persoon moet betrouwbaar zijn of die winkel of dat bedrijf moet betrouwbaar zijn. Maar op het moment dat jij één keer bij die winkel hebt gekocht, de volgende keer is de kans groter dat je daar weer gaat kopen, even vanuitgaande dat je tevreden bent met je aankoop van de laatste keer, dan dat je weer naar een nieuwe winkel gaat. En dat komt omdat je al bij die winkel bent binnen geweest. Je hebt er al een aankoop gedaan, je hebt de mensen gezien. Op zich is dat goed gegaan, dus er is een stukje vertrouwen. Heel simpel. De kans dat je dus weer terug gaat naar die winkel, ook al vertrouw je ze niet, maar zijn ze betrouwbaar genoeg om een aankoop te doen, wil zeggen dat je daar dus een stukje vertrouwen hebt gecreëerd. Volg je het nog? Laat ik het anders zeggen. Op het moment dat het fout was gegaan bij die winkel, na je eerste aankoop, dan had je waarschijnlijk bij je tweede aankoop gedacht, ja, maar daar ga ik niet meer heen. Snap je? Maar dan had je waarschijnlijk wel weer je vertrouwen gelegd bij een winkel die je helemaal niet kende. Dat je denkt, ja, die ken ik helemaal niet, maar daar weet ik in ieder geval dat het fout gaat, dus daar ga ik niet meer heen, dus ik ga wel naar die nieuwe winkel. Maar zo is het ook met mensen. Met mensen werkt het ook zo. Op het moment dat je denkt, oh, dat kan die persoon wel, dan leg je een stukje vertrouwen bij die persoon. En als dat goed gaat, dan groeit dat vertrouwen. Op het moment dat dat fout gaat, ja, dan denk je, ja, dat ga ik niet snel nog een keer doen. Dus je kunt dat niet bevorderen, of je kunt dat niet versnellen. Je kunt het wel bevorderen door het vertrouwen niet te beschamen, om het even zo te zeggen. Door niet te zorgen dat iemand wantrouwen gaat creëren. Dat iemand denkt, oh ja, omdat het fout ging, vertrouw ik je minder. Dus dat stukje vertrouwen creëren is heel erg lastig aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het super eenvoudig. Doe waar je voor staat. Kom je afspraken na. En zorg ervoor dat je mensen niet teleurstelt. Heel simpel. Als jij een aankoop doet en je komt met een product thuis en je bent blij met dat product en dat bevalt en je kunt het fijn gebruiken of opeten of wat dan ook, dan ben je tevreden. Als dat product niet goed is, ben je niet tevreden. En zo werkt het ook in de gewone dagelijkse relaties. Als je nou denkt, ik wil het vertrouwen bijvoorbeeld winnen van mijn werkgever, want die vertrouwt me niet en die denkt altijd dat ik hier rare dingen uitspook of dat ik niet nuttig ben of productief ben, dan is dat een kwestie van tijd. Dat is één. Je moet bij jezelf bewust ervan zijn dat het een kwestie van tijd is. Misschien duurt het een paar weken, misschien duurt het een paar maanden, misschien duurt het wel een paar jaar. Maar daar moet je in ieder geval de acceptatie mee hebben dat dat tijd kost. En op het moment dat je nu denkt, ja, maar hij of zij vertrouwt me gewoon niet, is het aan jou en aan die ander om daar vooruitgang in te boeken. Dus je kunt wel heel erg overdreven jezelf gaan bewijzen en laten zien, kijk eens wat ik heb gedaan, kijk eens wat mooi, kijk eens wat goed, kijk ik heb mijn uren netjes ingeleverd, kijk ik heb dit thuis gedaan, kijk ik heb dit voor de klant gedaan. Maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde als een winkel die roept, oh, we hebben de laagste prijs, we hebben de beste producten, kijk eens hoe mooie producten we hebben, kijk eens hoe groot assortiment we hebben. Het is eigenlijk gewoon reclame maken. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook daadwerkelijk zo is. Dat ze de laagste prijs hebben, dat ze de beste producten hebben.
Snap je wat ik probeer te zeggen? Dus je kunt nog zo hard roepen, kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook het vertrouwen versterkt. Vertrouwen is iets ongrijpbaars. Dat is iets, of tenminste ongrijpbaars, ontastbaar. Je kunt daar niet, je kunt het niet pakken. Je kunt niet zeggen, ik ga nu even naar de winkel en even een stukje vertrouwen kopen. Zo werkt dat niet. Je moet dat vertrouwen moet groeien. En dan moet je wat moeite in stoppen. Maar dat moet van twee kanten komen. Want jij kunt de een wel vertrouwen, maar als de ander jou niet vertrouwt, is dat dan echt vertrouwen? En in het leger, vind ik altijd wel een mooi voorbeeld, in het leger zie je vaak dat soldaten, het hele leger eigenlijk, dat mensen daar leren om elkaar te vertrouwen. Dat mensen daar zorgen dat ze voor elkaar door het vuur willen gaan. Dat ze dingen voor elkaar doen die een ander in het dagelijks leven niet voor een ander zou willen doen. He, niet snel. He, stel er is in het leger, komen ze in een oorlog terecht, in een gevecht terecht. En ze moeten daar vechten voor elkaars leven. He, want ze doen het voor elkaar, ze doen het niet alleen voor zichzelf. En ik heb gewonnen en ik ga schuilen in een hoekje en wachten tot het voorbij is. Nee, als er een man gewond raakt, dan proberen ze die man te redden. He, of die persoon, of die vrouw. En die proberen ze te redden. En die proberen ze veilig op een veilige plek te leggen. En vervolgens gaan ze weer terug die oorlog in. Dat gebeurt er in het leger. Daar helpen mensen elkaar. Daar is een stuk vertrouwen. En op het moment dat die persoon is weggebracht, gaan ze de volgende halen. En daarna gaan ze weer de volgende halen. Snap je? Net zolang tot iedereen die gewond is geraakt, geborgen is. Veilig is. En als je dan aan zo'n persoon vraagt, die al die mensen heeft geborgen, van waarom heb je dit gedaan? Dan geven ze altijd hetzelfde antwoord. Allemaal, stuk voor stuk. En dat is, die persoon zou dit voor mij ook hebben gedaan. En dan moet je jezelf eens afvragen, waar zie je dat nog meer? Zie je dit in het dagelijks leven? Zie je dit in de bedrijven? Zie je dit in organisaties? Zie je dit? Dat zie je niet zo vaak, toch? Maar wel in het leger. Wel in het leger zie je dus dat er een ongeschreven regel eigenlijk is. Van maar ik help jou, want ik weet dat jij mij helpt. Dat is geen verplichting. Ze zijn niet verplicht om het een andere te doen. Als die persoon gewond is, dan moet je ten koste van je eigen leven, moet je die persoon bergen. Nee, dan zeggen ze, als je die persoon kunt helpen, helpen. Maar als het ten koste gaat van je eigen leven, dan heeft het geen zin. En dan zijn er toch nog soldaten die denken, maar toch ga ik. Ik neem het risico, want ik weet dat die persoon het ook voor mij zou doen. En dat is vertrouwen. Dat is vertrouwen hebben in elkaar. Dat is een hele andere vorm van vertrouwen misschien dan je voor ogen had. Maar dat is echt een vorm van vertrouwen. Een sterk soort van vertrouwen. Waar je echt, in mijn optiek, wat mee kunt. Waar je wat aan hebt. Waar we in het dagelijks leven, in het bedrijfsleven veel meer van kunnen leren. Want hoe kan het dat er mensen zijn die ontzettend hard hun best doen op hun werk. En waarbij die werkgever nog steeds geen vertrouwen heeft in die medewerker. Misschien heb je dat zelf wel. Dat je ontzettend hard je best doet op je werk. En dat je denkt, mijn baas, mijn leidinggevende, mijn manager, mijn werkgever vertrouwt mij toch niet. Of ik heb altijd het idee dat ze mij niet vertrouwen. Ze komen me altijd controleren. Ze komen altijd vragen hoe dingen zitten. Terwijl ik denk, dat wisten jullie al. En misschien hebben ze gelijk. Hè? Dat kan ook. Misschien zit er wel een kern van waarheid in. Dat er inderdaad wordt gerommeld en dat het niet klopt. Waardoor iemand je niet vertrouwt. Dat kan. Maar dat kan twee kanten op werken. Of het kan de kant op werken dat je ontzettend hard je best doet om te laten zien dat je betrouwbaar bent. Of het groeit, of het escaleert eigenlijk. En vervolgens is er gewoon geen vertrouwen. Waardoor de een tegen de ander zegt, we hoeven elkaar niet meer te zien. Ga maar. Of ik ga wel. Snap je? En dat had met vertrouwen kunnen voorkomen. Met goed vertrouwen. En hoe bouw je nou aan vertrouwen? Hoe kom je nou aan vertrouwen? Vaak kom je aan vertrouwen door dingen met elkaar te doen. Door gewoon random dingen met elkaar te doen. Dus niet zozeer, elke dag ben ik op mijn werk, dus we doen dingen met elkaar. Het is dat stapje extra. Het is net iets meer dan dat. Je kunt er elke dag naar je werk komen. Dat kun je jaar in jaar uit doen. En die persoon, je werkgever, je leidinggevende, kan nog steeds na 5 jaar zeggen, ik vertrouw je niet. Komt dat dan omdat jij niet genoeg op je werk was? Nee, dat komt omdat jullie alleen hebben gewerkt. En vertrouwen, dat groeit op plekken waar je het niet verwacht.
vertrouwen groeit op plekken. Ik noem maar iets. Stel, je bent een keer onderweg en je bent voor het eerst met een collega op pad. Toch werk je met elkaar. Alleen de vraag is, ja, laat je je sleutels in de auto zitten als je uitstapt of neem je ze toch mee? Waarom heb je het vertrouwen niet in die collega om je sleutels in de auto te laten zitten? Even een heel flauw voorbeeld. Dat zijn allemaal van die kleine dingen. Oké, je werkt elke dag op elkaar. Zou je alle collega's waarmee je werkt ook in je eigen huis achterlaten? Dat je zegt, hé, blijf maar in mijn huis, ik ga even boodschappen doen. Of ik ben even 2 dagen weg, dan kom ik weer terug. Nee, toch? Ergens is er dan zoiets van, ja, maar ja, straks gaat het niet goed. Straks maken ze iets kapot, straks stelen ze iets, straks... Dat. Ergens zit er altijd een onzekerheid. En die onzekerheid wil niet zeggen dat je die op het werk niet hebt, maar alleen iets minder. Dan denk je, ja, ik vertrouw je hier wel. Hè? Hier durf ik wel mijn sleutelbos op mijn bureau te laten liggen als ik even wegloop. Hier durf ik wel mijn telefoon te laten liggen als ik even wegloop. Want daar vertrouw ik jullie wel in. Maar als je ze thuis over de vloer zou hebben, waarschijnlijk niet. En hetzelfde misschien op de sportschool. Misschien hetzelfde bij je voetbal of je sportvereniging of bij je hobbyclub of weet ik wat je allemaal hebt. Er is een bepaald stuk vertrouwen. Maar dat vertrouwen moet je doorontwikkelen. En hoe doe je dat nou? Je kunt vertrouwen doorontwikkelen door meer met elkaar te doen. Dus inderdaad, ga eens bij elkaar op bezoek. Ga eens met elkaar naar een film toe. Ga eens naar de sportclub met elkaar toe. Ga bij wijze van spreken eens een keer een avondje uit eten. Laat zien aan elkaar dat je de moeite waard bent. Laat zien aan elkaar dat je betrouwbaar bent. En dan groeit dat beetje bij beetje. En op een gegeven moment kom je dan in de situatie dat je dus meer vertrouwen met die personen waarmee je meer hebt gedaan dan met de andere mensen waar je misschien ook wel elke dag gewoon mee werkt, maar dat niet meedoet. Misschien wel mensen die je al langer kent. En dat is het grote verschil. Dus op het moment dat je dat begrijpt, op het moment dat je nou denkt, oké, ik wil wel meer vertrouwen creëren met mensen, dan zou je eens moeten gaan nadenken, hoe kunnen we meer doen dan dat we nu doen? Zo simpel is het. Je ziet het misschien wel eens met teambuilding, hè, teamuitjes, waarin ze bijvoorbeeld zo'n klimwand beklimmen, waarbij de één, hè, met zo'n touw die persoon gezekerd moet vasthouden, en dan die andere klimt omhoog. En dan moet je dat elke keer, hè, moet die persoon veilig stellen, hè, zodat als die persoon toch struikelt of valt, dat hij niet helemaal naar beneden valt. Dat is een basis. Een basisconcept, een basisvoorbeeld, een hele simpele variant van vertrouwen laten groeien. Want je legt je vertrouwen bij die ander in de handen. En als je merkt dat dat goed gaat, als je merkt dat, hè, als je weer veilig beneden komt zonder dat je bent gevallen of gestruikeld of als je eens een keer viel, dat je dan niet meteen 3-4 meter naar beneden viel, maar dat je vrij snel weer werd tegengehouden omdat je verzekerd was, dan weet je dat je die persoon iets meer kunt vertrouwen dan iemand anders. En daardoor groeit er iets. Er ontstaat iets. En dat is niet tastbaar. Het is niet tastbaar. Je kunt het niet overdragen. Je kunt niet zeggen, oké, okay, nou, bij die persoon heb ik nu dat met die klimmuur gedaan. Dus het vertrouwen wat ik nu in jou heb, dat geef ik aan jou. Want jou vind ik, denk ik, aardiger. Zo werkt het niet. Vertrouwen is... Hoe zeg je dat? Vertrouwen is niet te bepalen. Vertrouwen is een iets wat ontstaat op het moment dat het gebeurt. Je kunt het niet overdragen, je kunt het niet aanraken, je kunt het niet weghalen. He, je kunt het wel weghalen, maar je vertrouwt iemand of je vertrouwt iemand niet. Het is niet zo van, ja, ik vertrouw je. Oh, nee, vanaf vandaag vertrouw ik je niet meer. Daar moet wel een reden voor zijn. Je kunt iemand niet aardig vinden, dat kan. Maar iemand niet aardig vinden, ja, dat is weer iets anders dan iemand vertrouwen. Snap je? En dat is het moeilijke met vertrouwen. Dus op het moment dat je nu vraagt van, ja, weet je, hoe kun ik nou zorgen dat ik iemand sneller vertrouw? Ga meer dingen met die persoon doen. Heel simpel. Meer dingen doen met die persoon. En of het nou een broodje eten is, of het een keer naar de bios is, of dat er bij wijze van spreken een keer de kasten opruimen is op kantoor of bij je thuis of je tuin doen. Verzin het niet zo gek. Maar gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon dingen gaan doen. En als je merkt dat je dingen doet met iemand, zal je zien dat het vertrouwen groeit. En ga dat niet forceren. Ga niet zeggen, oh, ik heb nu 4 dingen met iemand gedaan, dus jij moet mij vertrouwen en ik moet jou vertrouwen. Misschien werkt het wel helemaal niet. Misschien loopt het weer op niks uit en zegt die persoon een paar keer, joh, geen tijd voor, geen zin in. Dan is het niet wederzijds. Dan moet je iemand anders zoeken. Iemand anders zoeken waar je misschien vrienden mee kan worden, waar je mee vertrouwen kan creëren. Dat is de enige manier waarop vertrouwen groeit, waarop vertrouwen werkt.
En als je op je werk meer vertrouwen wilt hebben, dan kun je wel heel erg hard roepen, ik ben de beste en ik doe het meeste. Maar uiteindelijk gaat het erom dat mensen zien dat je dat ook doet en dat je het meent. En dat je het beste voor hebt met mensen om je heen. En dat je het niet alleen maar voor jezelf doet en je ikke, ikke, ikke. Maar dat je het ook voor andere mensen doet. Dat als iemand een keer niet lekker presteert, dat je die persoon helpt. Want als jij die persoon helpt, zonder neerbuigend te zijn, zonder iemand te kleineren, zal je zien dat het vertrouwen tussen jullie gaat groeien. En dat is waardevol. Daar heb jij iets aan. Daar heeft die ander ook iets aan. Want die ander durft jou nu te vertrouwen door te zeggen, hé, ik liep hier tegenaan, kan je me even helpen? En dan kun je wel gaan zeggen, ja, nee, maar nu moet je het zelf doen. En, of je helpt die persoon gewoon. En dan groeit wederom het vertrouwen. Zo simpel is het. Het is echt niet moeilijk. Als je vertrouwen wil laten groeien, moet je tijd en energie in elkaar steken. En ook als je dat in het leger weer eventjes terugkijkt, dat je denkt van oké, hoe zouden ze het daar doen? Daar is het ook niet van, hé, ik word aangevallen, wil je me even helpen? Nee, je hebt je eigen wapen hoor, dat moet je zelf doen. Nee. Snap je? Daar help je elkaar, want je bent een team. En je hebt één taak, dat is zorgen dat je er veilig uitkomt. En dat zou je in dagelijks leven ook iets meer moeten bedenken. Oké, weet je, hoe kan ik zorgen dat we dit samen doen? Want als je dingen samen doet, creëer je vertrouwen. Groeit het vertrouwen. En leer je misschien wel mensen kennen op een hele andere manier, omdat ze vertrouwen krijgen. Want vaak is het zo dat mensen bang zijn binnen een organisatie om hun baan te verliezen. En als je dan vraagt, hè, waarom ben je er bang voor? Dan zeggen ze, ja, als ik een fout maak, dan is de kans heel groot dat ik mijn baan verlies. Dus ik kan geen fouten maken. Dus wat ze eigenlijk zeggen is, ik ben onzeker over mijn functie en mijn rol binnen dit bedrijf. Of in andere woorden, de manager, de leidinggevende, de eigenaar, de werkgever, vertrouwt ons niet genoeg om dit werk goed te kunnen doen. En dat is best zorgwekkend. En dan denk ik van, waarom zouden we dat proces niet veranderen? Waarom zouden we niet zorgen dat mensen elkaar meer gaan vertrouwen door ook te laten zien dat je mensen vertrouwt? Er is een bedrijf, en ik weet zo snel even niet hoe die heet, volgens mij heet die Next Gen. Dat is een bedrijf, daar krijg je een contract als je daar wilt werken voor de rest van je leven. En dat contract kan dus niet worden beëindigd als je een keer slecht presteert. Dat kan niet worden beëindigd als het niet goed met je gaat. Op het moment dat het niet goed met je gaat, dan komen ze bij je en dan gaan ze je helpen. Dus stel je presteert een keer slecht, of een periode, dan komen ze bij je kijken van, hé, waar komt dat door? Hoe kunnen we je helpen? Hoe kunnen we zorgen dat het weer beter met je gaat? Op het moment dat het een keer thuis slecht gaat, dan zeggen ze niet, oh ja, je doet niks en het werkt niet, dus we nemen afscheid van je. Dan gaan ze kijken, hé, hoe kunnen we zorgen dat je hier kunt blijven werken en dat het werkt voor jou thuis? Ze helpen je. Je krijgt daar een contract voor de rest van je leven. En je kan dus niet worden ontslagen op basis van een keer werk wat je niet goed doet. Of dat je niet een keer presteert. Of dat je een keer niet goed kunt opschieten met andere collega's. En dan denk ik, ja, dat is een mooie filosofie natuurlijk. Als we dat ook daadwerkelijk kunnen gaan uitvoeren. Dus denk daar eens over na. Van, wacht eens even, hoe komt het nou dat we eigenlijk zo'n groot wantrouwen hebben in heel veel organisaties, heel veel bedrijven. Op basis van, als ik het niet goed doe, verlies ik mijn baan. Ja, maar als ik het fout doe, dan is die boos. Oké. Wat? Terwijl als kinderen klein zijn, dan moedigen we ze aan. Oh, ben je gevallen van je fiets? Klim er maar weer op, ga maar fietsen. Oh, heb je op de muur getekend? Ja, dat is niet helemaal de bedoeling, hè? Niet meer doen. Oh, was niet leuk op school, heb je een slecht rapport? Ah, dat komt goed hoor, schouders eronder, volgende keer krijg je een beter cijfer. Zo gaan we er met kinderen mee om. Maar er komt op een gegeven moment een kantelpunt, een moment dat we zeggen, nou, we gaan nu niet meer motiveren en aansturen en mensen omhoog helpen. Nu gaan we kritiek geven. Dat doe je niet goed. Doe je verkeerd. Hou op. Als je zo doorgaat, sta je op straat. Hé, nog één waarschuwing en je bent weg. Wat is dat voor maatschappij, denk ik dan? Wat is dat voor maatschappij? Je moet er helemaal niet in willen leven. Je moet er helemaal niet willen. Nou ja, je moet er wel, hè, ik zeg het verkeerd, je moet er wel in willen leven. Maar je moet volgens mij de intentie hebben om het te veranderen. Omdat het ook anders kan. Omdat het beter kan. Beter voor jou, maar ook beter voor de ander. Op het moment dat iemand tegen je zegt, oh, heb je een slechte dag, kom, wat kunnen we eraan doen om die dag beter te maken, om toch nog leuk af te sluiten? In plaats van, ja, nou, dat is ook stom van je, dat moet je ook niet doen.
Waarom doe je dan van die stomme dingen? Daar heb je toch niks aan? Als een kind van zijn fiets valt, zeg je het ook niet meer. Ben jij dom? Je gaat er niet van je fiets afvallen. Doe niet zo dom, joh, dom kind. Dat zeg je toch niet? Dan zeg je ook van, hey, joh, gaat het? Kom maar. Dat kan gebeuren. Een klein schaafwondje. Kom, we gaan weer. Snap je? Heel simpel. En het heeft allemaal te maken met vertrouwen. Alleen er komt een punt in je leven. Er komt een kantelpunt van, we hebben alle vertrouwen in je en we moedigen je aan naar, oké, we vertrouwen je niet en we gaan je straffen als je niet presteert. En dat vind ik bijzonder. En de vraag is, wil je daaraan meedoen? Wil je daaraan meedoen? Wil je eraan meedoen dat je gestraft wordt als je niet presteert? Wil je eraan meedoen dat je geen vertrouwen eigenlijk hebt in je werkgever? Dat je geen vertrouwen hebt in de mensen om je heen? Wil je daaraan meedoen? Ik zou zeggen, nee, niet doen. Zoek een bedrijf uit waar ze wel vertrouwen hebben in medewerkers, waar ze erin geloven om je verder te helpen. Waar ze voor je klaarstaan. Waar ze je vertrouwen. En andersom, waar je ook gewoon weet, ze vertrouwen mij omdat ik mijn werk goed doe. En als ik een keer een slechte dag heb en het gaat niet goed, dan komen ze bij me en dan vragen ze, hoe gaat het met je? Wat kunnen we voor je doen? Hebben we toch allemaal veel meer aan? In plaats van dat we elkaar kapot aan het maken zijn over het feit dat iemand iets niet goed doet en dat je baan op de tocht wordt gezet. En er was dus een bedrijf, en dan sluit ik deze video af. Er was dus een bedrijf en ik weet even zo niet de naam. Maar in ieder geval was het zo, er waren bezuinigingen werden aangekondigd. 2008 ongeveer was dat, de grote huizenmarktcrisis natuurlijk, toen die banken allemaal omvielen in Amerika. Er was een bedrijf en dat moest gaan bezuinigen. En die hadden ontzettend veel medewerkers en ze hadden gezegd, weet je wat, we gaan met elkaar samen zitten, het bestuur, we gaan samen zitten om te kijken welke medewerkers we allemaal kunnen ontslaan. En op dat moment kwam de voorzitter, de eigenaar, de bedrijfsleider, weet ik voor wie het was, in ieder geval een hoge pief uit die raad, die kwam naar voren en die zegt, nou, we gaan geen koppen tellen, we gaan harten tellen. Het hart, want het zijn levende mensen. Hoe kunnen we een ander mens zoiets aandoen door te zeggen, weet je wat, je bent gewoon maar iemand en we gooien eruit. Nee, je bent een levend wezen, je hebt ook een leven, je hebt een bepaald inkomen waar je op bent gaan leven, je hebt waarschijnlijk kinderen, je hebt een partner, we moeten voor je zorgen. En die zei, we gaan niemand ontslaan. Wat we gaan doen is, we gaan iedereen verplichten om 4 weken onbetaald verlof op te nemen. En daarmee gaan we zorgen dat we uit de financiële problemen komen. En ze hebben dat zo gebracht naar de medewerkers, door niet te zeggen, je moet 4 weken onbetaald verlof opnemen. Ze hebben gezegd, als we pijn lijden, kunnen we als bedrijf pijn lijden. Maar we kunnen ook de pijn spreiden en zorgen dat we allemaal een klein beetje pijn lijden. Dus ons voorstel is om 4 weken onbetaald verlof op te nemen, waardoor we allemaal een beetje pijn pakken, waardoor we allemaal hier kunnen blijven werken. En door het zo te vertellen aan mensen, was het in één keer veel logischer voor iedereen om te zeggen, oké, hier gaan we in mee. En het was zelfs zo goed bij sommige mensen ontvangen, dat ze zeiden, oké, jij kunt het niet missen, maar ik wel. Dus ik neem wel 5 weken onbetaald verlof op, krijg je een week van mij, waardoor jij toch na 3 weken weer aan het werk kan. En dan denk ik, dan snap je het. Dan snap je het als bedrijf, dan snap je het als organisatie, dan snap je waar het om draait. Het draait om die harten, het draait om de mensen. En niet alleen maar om dat geld. Tuurlijk, dat geld is belangrijk, maar wat nou als je zorgt dat iedereen meedoet? In plaats van dat je alleen maar naar jezelf kijkt en een hele bak mensen eruit ontslaat en vervolgens weer gaat kijken van oké, en nu? Want het voordeel ook van deze werkwijze is dat het vertrouwen ontzettend groeide. Door één actie. Eén actie. Het bestuur zei oké, iedereen 1 maand onbetaald verlof. Nu kort ik het wel even in. 1 betaald onverlof. En daarna komen we er weer uit. Dus het vertrouwen in het bedrijf was gegroeid. Iedereen wist, oké, ik heb mijn baan nog. Sterker nog, er zijn collega's geweest waarmee ik geruild heb, waardoor ik eerder aan het werk kon, waardoor ik weer eerder geld kon verdienen. En die anderen zeiden van, nou weet je wat, ik kan wel 5 weken of 6 weken pakken. Ik heb gespaard, of ik heb niet zoveel kosten. Hier. En dat is vertrouwen dat groeit. Dus vertrouwen groeit niet door te forceren. Vertrouwen groeit door dingen mee te maken met elkaar. En als je nou niet veel meemaakt met een ander, ga dan dingen opzoeken om met elkaar dingen mee te maken. Buiten je
vertrouwde habitat, buiten je vertrouwde omgeving, buiten je werkomgeving, buiten je thuissituatie. Nee, misschien heb je thuis wat dat je denkt, ja, ik vertrouw het niet helemaal, het zit niet helemaal goed. Misschien heb je, weet ik wat, een samengesteld gezin, of heb je een stiefvader of moeder, of heb je kinderen uit een ander gezin. Ik noem maar even wat voorbeelden. Allemaal scenario's waarin je misschien met mensen te maken hebt die je niet echt vertrouwt. Ga daar dingen mee doen. Ga daar dingen mee doen. Hoe stom het ook klinkt, ga eens naar de supermarkt, ga eens een dagje uit, ga eens kano varen, ga eens een activiteit doen waarin je elkaar moet vertrouwen, waarin je aangewezen bent op elkaar. En je zult zien dat daarna beetje bij beetje het vertrouwen groeit. En echt niet meteen na één keer, maar beetje bij beetje zal het echt wel groeien. En dan moet je niet willen forceren, niet meteen elke dag dingen willen gaan doen, maar gewoon eens in de tijd gewoon wat doen, waardoor het met de tijd groeit, het vertrouwen. Het is heel simpel. Eigenlijk is het heel simpel, maar je moet het wel willen zien. Ik hoop dat je er iets mee kunt. Als je hier vragen over hebt, laat het me gerust weten. Dan ga ik daar zeker op reageren. Ik wens je een hele fijne dag voor vandaag en ik zie je graag weer in de volgende video.